Hallo allemaal, jullie zien het. Ik heb de uitbreiding honden en katten gekocht voor The Sims 4. Ik zag het, ik heb andere mensen het zien spelen en ik denk dit ziet er toch eigenlijk best wel leuk uit. Dus ik heb hem ook gekocht. Het is de allereerste keer dat ik het opstart, dus ik heb geen idee wat er gaat gebeuren en wat ik allemaal kan gaan doen. We gaan dus niet onwijs veel spelen. We gaan eigenlijk gewoon kijken wat deze uitbreiding allemaal biedt. We gaan een huisdier maken. Wij gaan misschien andere mensen huisdieren geven. Wij gaan kijken of er nieuwe kleding bij is gegeven en zo. En ik zie dat je een dierenarts kan worden en dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Maar ik weet nog niet of ik daar een nieuw poppetje voor maak of dat ik een van de bestaande poppetjes om ga toveren tot een dierenarts. Nou, laten wij eens gaan kijken. We gaan op start drukken. Het eerste is, we gaan gewoon even verder spelen met ons eigen spel. En dan gaan we aan ons eigen huishouden een kat of een hond toevoegen. En ik denk dat een hond iets leuker is, want ik vind honden zelf iets leuker. En in het spel zal je de honden denk ik ook moeten uitlaten en zo, dus je bent er dan iets meer mee bezig. Misschien is dat juist ook wel super vervelend natuurlijk. Maar het is een begin. Hij is met zijn schilderij bezig. Juf Jannie is bezig naar bed te gaan. Laten wij eens kijken hoe het met haar staat. Eventjes alles controleren. Nou, de energie is nog best wel hoog. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Hé, hier knippert wat. Wat is hier aan de hand? Je bezit momenteel geen bedrijf. Koop een dierenkliniek. Hé, dat is nieuw. Of ik kan een winkel kopen. Ik kan een dierenkliniek kopen. Dat is op zich wel cool. Maar daar gaan we nog niet aan beginnen. Ik wil eerst even weten wat er allemaal nog meer is. Laten wij eens hierheen gaan. En hier zien wij ook allemaal extra dingetjes. Kan deze iets groter? Nee, hè, dat gaat niet. Voorwerpen filteren. Is er hier een filter? Even kijken. Expansion packs aan het werk. Even kijken. Beleef het samen. Stedelijk honden en katten. Die klikken we aan. En laten we eens gaan kijken wat er allemaal nieuw is. Hier is niks nieuw. Er is een landelijke accenten, een volledig ingerichte ruimte, ook volledig ingericht. Ik wil niet volledig ingericht, mensen. Ik wil losse spullen kopen. Even kijken. Honden en katten, maar dit is van honden en katten een elegante wasbak. Misschien een douche, een badkuip, een mooie koperen badkuip, maar dat is al duurder dan ik helemaal heb. Even kijken, wat kleine speelgoed, wat dingetjes hier, lampen. Is er iets wat ik aan misschien aan honden en katten dingen kan doen? Even kijken, zijn er specifieke honden en katten dingen die ik zou kunnen kopen? Hey, een speeltuin. Blafparcours, cool. Daar kan je hond doorheen laten rennen. Wat is dit? Een Corsicaatje. Oké, dat zal wel. Even kijken, dit is alles. Nee, dit is niet alles. Ik zoek eigenlijk speciale honden dingen. Kijk, de woonkamer. Een honddiagram. Pupperradiografie. Dit ziet eruit alsof het misschien bedoeld is voor een kliniek. Netjes boeien, blije ton. Nou, dus in ieder geval allemaal nieuwe spullen zijn er. Dus dat scheelt. Dan gaan we nu ook nog even naar de wereldkaart. Opslaan en naar wereldbeheren gaan. Sure, tuurlijk. Sla maar op, dat vind ik niet erg. Dan gaan we kijken wat er hier voor nieuwe dingen zijn. Ten eerste wil ik even een nieuwe sim gaan maken. Hier wonen wij. Hier is het beekhuis. Zal ik gewoon een nieuwe buurman gaan maken? En die buurman, even kijken, wie woont hier? Scholte. Madelief hutje. Ik wil gewoon wel even een nieuwe persoon. Kijk, dit zijn al bestaande mensen van de sims. Oh, deze gaan we trouwens een huisdier geven, deze twee. Dus de simsubs krijgen een huisdier erbij. Maar wij gaan het beekhuis gaan wij gewoon betreden. Daar gaan wij een huisarts in maken. Dus als ik een keer met de huisarts wil spelen, dan kan dat ook. En dat zo. Wat kunnen we hier een nieuw huishouden maken om te verhuizen? Wij gaan een nieuw huishouden maken. En dit wordt een huisarts. Een man of een vrouw? Heb ik hier een muntje? Oké, jullie kunnen het niet zien. Maar kop is man. En munt is vrouw. Het wordt een man. Ik heb net gegooid, dus wij maken er een man van. Even kijken hoor, wat voor man maken we hiervan?
Hij is wel wat ouder. Het is al een... hij wordt niet zo oud. Het is een dierenarts. Zijn er hier nog wat bijzondere dingen bijgekomen? Nou, hij is... brani. Verwaand. Nou, hij loopt gewoon. En deze persoon houdt van de natuur. Hengelpro? Nee. Botanicus? Curator? Nee, ik wilde eigenlijk meer naar dieren. Kijk, hij houdt van dieren. Een dierenvriend, want het wordt een arts. Even kijken. Creativiteit. Heb ik nog wat... volgende. Hebben we hier nog wat voor dieren? Hij is zelfverzekerd. Mensen die met dieren werken en arts zijn, moeten zelfverzekerd zijn. Hij is niet creatief, dat is niet boeiend. Hondenliefhebber. Ja, absoluut. En hij is ook een kattenliefhebber. Nou, misschien moeten we deze dan even een beetje aanpassen. Moeten we even gaan kijken. Hier. Oh, hey, kom eens terug. Ambitieus. Nee, hey, dat is katten. Het gaat even helemaal. Kattenliefhebber. En jij wordt... geniaal. Nou, weet ik niet. Weet je, we maken hem gewoon even iets... Nilko. Extravert. Vriendelijk met andere Sims om te gaan. Nou kijk, wij zijn een dierenarts, dus we moeten een beetje vriendelijk doen. Hier kan ik een Sim toevoegen. Dat komt zo meteen. Er komt er een hond bij. Hoe heet jij? Nick Wolf. Wolf. Nick Wolf. Dat vind ik een mooie naam. Zo. Nee, Peter Wolf. Van Peter en de Wolf. Even kijken. Nu hebben we dat soort dingen. Gaan we hem nog een andere kledingstijl aangeven? Laten we in ieder geval even gaan kijken wat voor kleding er allemaal is. Heb ik hier ook een filterpaneel? Packs. Ja, dat heb ik hier. Zo. Honden en katten. Kunnen we even alle... Oké, dan kunnen we even alle kleding bekijken die er zijn. Dit zijn dus de nieuwe dingen van honden en katten. Ik zet even mannelijk uit, want dan kunnen we meteen de vrouwenkleding ook erbij zien. En we beginnen hier bij de blouses. Geen resultaten. De jasjes. Dit is de nieuwe... Oh, dit is een grappig jasje. Blauw. Dit past wel een beetje bij een dierenarts. Te hip. Oeh. Nou, met die vossen is wel leuk, maar een beetje zoiets. Dat is zijn jas. En hij krijgt een... dat is een t-shirt. Ik wil dat hij gewoon een jas heeft met een iets eronder. Maakt niet uit. Dan gaan we gewoon door. We zijn toch aan het kijken. Dit is er ook nog. Een vestje is ook wel leuk. Een kattenring. Dit past wel heel goed bij zo iemand. Dit ziet er ook leuk uit. Even kijken. Oh, die is ook heel grappig. Maar ik denk niet dat je je huisarts dan heel serieus neemt als hij dat aan heeft. Even kijken, waar zijn we? Waar waren we? Zo. Sweatshirts. Colbert hoeft niet. Polo. Leuk, maar nee, nou, hij gaat geen BH dragen. Een giletje, dat is zo'n soort vestje. Nou, het hele lichaam. Even kijken. Dit zijn dingen die niet alleen maar daarvan zijn, mensen. Kom op, jullie houden me voor de gek. Packs, dan moeten we dat weer aanzetten blijkbaar. Honden en katten, waar ben je? Zo. Deze dingen zijn nieuw, complete kleding outfits. Die zit erbij en de rest is allemaal voor de vrouwen. Nou ja, dat maakt niet uit. En dat was hier, kostuums en zo, dat was alles. Gaan we naar broeken, dan moet ik het weer aanzetten. Zo blijven we wel even eventjes bezig. Kleding. Oh, wacht even. Packs moet ik hebben. Honden en katten. Een paar dingetjes. Dit is wel leuk, zo'n pyjama broek aan. Even kijken. Ondergoed. Korte broeken. Nope. Zit er hier nog iets bij? De pakken weer. Dit vind ik wel vervelend dat het weggaat. Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd, maar ik zou niet weten wat. Sokken. Nou, dat vind ik niet zo spannend. Handschoenen, ringen. Zijn er nog speciale schoenen? Nou, ik zie hier nergens iets met een sterretje of zo. Dus dat zal wel. Kijk, deze zijn sterren. Dit is een ster, maar staat erbij welke pak het is. Oh ja, vampier. En honden en katten. Dus deze schoenen
zijn de honden- en kattenschoenen. En zijn er nog bij het haar, even op zijn hoofd klikken. Hij ziet er wel heel vrouwelijk uit in zijn gezicht. Dus ik denk dat hij eventjes wat... Ja, en even, hij krijgt ook... ik wil even wat grotere baard. Jij krijgt een grote baard. En dat haar op je hoofd, dat is geen pony. Ja, ik vind dit wel... Dit warrige vind ik wel bij een... Oeh, deze is ook vet. Het is wel iets te hip. Zit er hier nog iets speciaals qua haar bij? Ja, hier zitten er speciale haarstijlen bij. Honden en katten is dat. Ik moet ze allemaal even aanklikken om... deze is cool. Wie vertrouwt zo'n man nou niet? Als dit je huis, als dit je dierenarts is, denk je toch meteen van... Nou, die man, die houdt van dieren. Zo. Vind ik dit wat... Nou, het is een beetje te trendy, hè? Dit is een beetje... Ja, is het ook niet helemaal. Ik vind dit wel wat... Ja, ik vind dit wel wat. Die oorbellen vind ik echt helemaal niks. Zo. Even kijken. Hij... Ja, dat past. Hij mag wel iets breder. Dit iets smaller. En dit wat groter, wat normaler. Klein beetje een buikje. Hallo meneer, hoe gaat het ermee? En we geven u... Waar zijn de ogen? Gezichtsbeharing? Geen make-up natuurlijk. Daar beginnen we nog even niet aan. Het gezicht. Hij is groen. Nee, hij is niet groen. Nee, ik vind dit wel een mooie kleur. Bruin, dat is te veel oranje. Huiddetails, gezichts- en huidkleur. Even kijken, hoe kom ik bij zijn ogen? Het gezicht... Nou ja, het is ook wel goed bruin ogen. Dit is de meneer geworden. Zal ik nog even iets aan zeggen? Ja, ik wil toch wel een andere broek. Kijk. Wat zit hier allemaal bij? Dit kan ook, maar dit is de broek die u krijgt. Het is een huisarts. Ik noem het de hele tijd een huisarts. Dit is Peter Wolf, de dierenarts. Nu wordt het tijd om een sim toe te voegen. En wat kunnen we allemaal toevoegen? Een occulte sim kunnen we toevoegen. Oh, dat is wel cool trouwens. Dat gaan we nu niet doen. Een sim uit de gallery. Een met de genen spelen. Maar ik denk dat we deze moeten hebben. We gaan een huisdier toevoegen. En deze man zelf krijgt een kat. Want hij is vaak op zijn werk. En katten kan je wat makkelijker alleen laten. En wat voor kat geven we hem? Even kijken. Wat zit hier allemaal tussen? Laten we eens gaan kijken. Oh, deze kat is wel cool. Beetje dik. Kijk, zelf hadden wij een tijdje geleden een hele mooie bruine kat. Het was echt zo'n chocoladebruine kat. Dan moet ik nog even kijken wat allemaal... oh, wauw. Of dat hier standaard tussen zit. Nou, deze is te mager. Het was een beetje... Oh, het was zo'n kat. Alleen dan een andere kleur. Oh, kijk. Dit zijn wel hele mooie katten, eigenlijk. Zit er standaard al zo'n bruine kat tussen? Het was echt zo'n chocoladebruine kat. Het was helemaal chocoladebruin. Het was echt een hele, hele mooie kat. Nou, dit is al iets, maar dit is nog niet de kleur die zij had. Ze heette Amidala, net zoals in Star Wars. Eventjes kijken, wat kunnen we hier allemaal mee doen? Verfmodus. Oké, we kunnen er vacht een kleur geven. Oh, wauw. Kunnen we ook de hele kat in één keer doen? Dat zou wel... heel veel kleur invullen. Kijk. Nee, ze was donkerder dan dit zelfs nog. Nog donkerder. Nee. Ja, dit was er een beetje. En is er een manier om haar ogen te doen? Eventjes. Kijk, ik wil hier weg. Ik heb echt geen idee waar ik mee bezig ben. Verfmodus. Wat is er? Vachtpatroon? Kleding? Nee. Lichaam? Staarten, rassen. Ik wil gewoon even de oogkleur. Ja, kijk, die is. Ik wil de oogkleur wil ik oranje hebben. Want ze had. Nou, dit is een beetje. Dit vind ik een mooie kleur. Ja. En hallo, ik heet. Zo.
Chocolate. En dan achternaam Amidala. Dat is er. Wat kunnen we hier voor kat van maken? Ah, bangig. Nee, dat wil ik niet. Het is een ondeugende kat. Dat vind ik leuk. Ze is niet bangig. Ondeugend, ja, dat mag. En dan, even kijken. Zij is, praat graag, nieuwsgierig, lui. Katten zijn lui, dat vind ik een goeie. En zij is ook, ze is dan niet speels. Zij is aanhankelijk. Ja, dat vind ik een mooie. Nou, dit is Korat. Waarom is Korat Korat? Ik dacht dat dit haar naam was. Wat is dit dan? Ik heb geen idee. Dat laten we lekker op Korat staan. En zo zit ze. Zo ligt ze. Zijn er nog meer dingen die we met de kat kunnen doen? Even kijken. Nou, we kunnen kleding doen. Ik ga geen kleding voor die kat zoeken. Oh, wacht even. Dat is wel leuk. Een halsbandje. We kunnen een halsbandje op die kat doen. Want dat is natuurlijk wel heel erg handig. En rode halsband in de kleur. Dit is even lekker saai en simpel. Maar is wel leuk. Ja, dit is. Dit is haar halsbandje. Nee, ik weet niet. Oh, dit is hoe stikt. Nee, ik vond het wel oké. Kunnen we nog iets anders doen met haar? Een staart. Wat voor staart kunnen we... Oh, wacht. Ik wil wel eens even een echte staart. Dit is een kat. De honden hebben zo'n korte staart, maar dat vind ik maar niks. Oké, we hebben een kat. Goedgekeurd. Met zijn kat. Oké dan, Wolf. Welkom in de Sims. Jij wordt een dierenarts. Gemeubileerd? Ja hoor. Hij gaat hier wonen. Wij hebben een dierenarts, maar we hebben pas een dierenarts als hij dat heeft gekocht. Dus daar moeten we natuurlijk wel iets aan gaan doen. Hij krijgt autonomie over zijn leven, dus hij mag gewoon zelf zijn eigen dingetjes doen en zo. Dat vind ik allemaal wel leuk. Op naar binnen, hondenliefhebberles. Hij is een hondenliefhebbers en als ze in de buurt zijn van honden en worden ook sneller vrienden met honden. Nou, weet je, je krijgt als eerst een huisdier, een kat en later kopen we nog een hond voor jou erbij. Je hebt honger? Zullen we even snel iets te eten voor jou maken? Even kijken, een tosti, enkele maaltijd. Want ik wil een kattenbak hebben. En daarvoor gaan we eventjes naar bouwen. Ik was hem net al aan het zoeken, maar ik denk dat ik het gewoon hier invoer. Kittig een kattenbak. Oké. Huisdieren. Kijk. Dat scheelt al. Wat is dit? Dit zijn dieren. Dit zocht ik er net. Een krappaal. Ja, ik heb wel een krappaal nodig voor mijn kat. Absoluut. Hey. Het is een hele simpele. Ik heb nog niet zoveel geld. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet zonder doen. Even kijken. Wat is een beetje een leuke bak? Dit is voor een hond. Modern. Nou, weet je dan maar. Krijg je maar een bak voor een hond. Ja, dit is wel heel erg hip. Dutjes dierenbed. Ja, dat hebben we nodig. Alleen mensen die een kat hebben, weten natuurlijk dat die beesten daar nooit op slapen. Maar dat maakt niet uit. Even dit hier. Krappaal in hier. Die hier. Is dit de kattenbak? Ja, dit stinkt een stuk minder. Dus deze zetten we hier zo achter de bak in de buurt. Onze kat is nu denk ik klaar om... Oh wauw, wat is dit allemaal? Even kijken. Oh, dit zijn wel heel veel leuke speeltjes, maar dat geld hebben... Oh, dit is wel heel cool. Even kijken hoor. 100. Ai, ai, ai. 55. Nou, ik zeg, we moeten dit toch ook maar doen. Ik bedoel, ja, het is wel onze kat natuurlijk. Is hier een deur? Nee, hè? Hier is geen deur, dus ik kan hem hier. Waarom kan ik hem hier niet kwijt? Ik kan andere voorwerpen niet doorkruisen. Welke voorwerpen dan? Oh, kijk. Ja, maar wacht even. Jij gaat dan gewoon even lekker hierheen. Jij gaat dan hierheen. Probleem opgelost. Terug naar de gewone wereld. Kijk. Hij blij. Waar is de kat? Hier is de kat.
Chocolate amygdala. Roepen. Kan ik nog iets leuks doen met de kat? Wauw, wat ziet dat er raar uit. Zien jullie dat? Dat ziet er niet goed uit. Daar is iets mis, denk ik, mee met die kat. Hij is wel heel shiny. Ja, dit kan toch niet? Dit had ik niet gemaakt. Dit is hopelijk een foutje. Want zo vind ik die kat niet onwijs... onwijs mooi. Oké, ik heb er geroepen. Weet je wat we ook moeten gaan doen? Bak vullen. Zo. Want niet alleen ik moet eten, die kat moet ook eten. Kan ik hier ook nog het humeur van die kat zien? Nee. Of kan het wel? Oh, kijk, die kat gaat daarop liggen. Daar geloof ik niks van. We hadden deze dingen ook gekocht en ze deden het nooit. Op bank neerploffen door luie kat. Oppakken. Wat voer geven aan amygdala. Nou, oké. Wij gaan kijken hoeveel dit kost. Een dierenkliniek gaan wij kopen. Koop een dierenkliniek, ja. Oh, oké. Dat gaat nu gebeuren. Ja, dit heb ik niet. Brindleton Bay. Kan ik hem niet gewoon in Willow Creek kopen? Hier. Of zo. Of daar. Ik wil hem eigenlijk gewoon in onze eigen buurt hebben. Maar ik kan natuurlijk ook... Brindleton Bay. Even kijken of daar wat leuks is. Sableplein. Ja, hier zijn natuurlijk veel meer mensen met... Dit is wel ook een hele coole nieuwe buurt. Hè? Deze hele buurt is dus erbij gekomen. Maar ik hou niet zo van forensen. Dus ik ga gewoon lekker een kliniek bij mij in de stad kopen. En dat doe ik gewoon hier. Want dit vind ik een beetje creepy allemaal met deze vampiers die hier wonen. Dus we gaan gewoon gezellig hier een dierenkliniek bouwen. Is ook niet te groot het land. En anders kan ik met hem natuurlijk met de motherload cheat natuurlijk wel wat... geld erbij maken. Maar dat, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen met het startbedrag en met de basisdingen. Even kijken. Wauw, we moeten hem ook meteen bouwen. Kapitaal overzetten naar je bedrijf. Het reilen en zeilen van een dierenkliniek is niet makkelijk. Dieren zijn als familie. Oké, nou ja. Van huishoudkapitaal naar dierenkliniek. Oké, hoeveel? Ik wil... Oh, ik heb nog maar 3000 zoveel. Weet je wat ik doe? 2000. Oké, ik heb 2000 om geld te kopen. Een onderzoekstafel. Deze is... Wauw. Oké. dierenartspoli... Weet je? Dit is niet heel goedkoop. Misschien... Misschien moet ik wat meer geld overmaken. Oké. Oei. Ik denk dat dit een hele arme... Ik heb toch 2000, ik heb toch zat geld? Oh, ik heb het verkeerd overgemaakt. Van huishoudkapitaal naar de dierenkliniek. Nou ja, 2000 maar. Even kijken, 3000 heb ik nu. Nou, dat is nog steeds niet genoeg. Een onderzoekstafel. Die zetten we hier maar neer. Oei. Nog 750 heb ik nodig. Een afvalverwerking. Kijk, dat kan ik betalen. En nu hebben we nog... 300 heb ik nog nodig. Heb ik dat? Dat heb ik net. Even kijken. Heb ik geen 750? Oh, ik heb het weer verkeerd omgeboekt. Even kijken. Nou, ik heb er weinig vertrouwen in mensen dat dit goed gaat werken. Eigenschappen.
Kies een eigenschap. Oké, gemoedelijk geregistreerd. Oh, wauw. Ik kan een vampierending worden. Op een duister iets? Nee. Broedgebied? Sure. Gemoedelijk? Hondenhangplek. Niet beschikbaar voor huiselijk. Natuurlijk licht. Op een DSLR-lijn. Nou, weet je, wetenschappelijk is dat iets? Ik weet het niet. Trainingsterrein. Oké, mooi. Privégebouw. Even kijken. Wat doen we nog meer? Geregistreerd? Nee, gemoedelijk. Misschien is dat wel leuk. Ik weet het niet. Medicijnmaker, wat is dat? Wat is een medicijnmaker? Oké. Ik heb geen idee wat hij doet. Verbandmedicijn maakt ding. Nou, weet je, zal ik eerst maar eens kijken of ik hier wat... Ik moet wat muren gaan bouwen, hè? Maar ik heb helemaal geen geld meer om een muur te bouwen. Kan ik eigenlijk... Oei. Nou, we moeten dit eventjes laten staan. En ik moet even wat geld gaan verdienen op een andere manier dan dit. Dat is niet zo heel handig. Hoe zal ik geld gaan verdienen? En ik wil nog niet meteen de Motherload plugin gaan gebruiken. Aantal klanten? Nee, ik wil niet open. Bedrijfskapitaal 25. Tja. Misschien moet ik een... Heeft geen baan? Hallo? Ik heb een hartstikke baan. Ik heb een dierenkliniek gekocht. Maar hoe? Overboeking bevestigen van ik wil een lening nemen, mensen. Want ik heb geen geld meer. Nou, dat moet dan eventjes wachten. Instellingen dierenkliniek, prijswinst 100% advertenties. Oei. Kan ik hier nog wat doen? Dit bedrijf verkopen? Nou, nee, ik geloof het wel even. Weet je, het is ook al... Wauw, het is al bijna een half uur dat we hiermee bezig zijn. Ik stop dit. Ik ga misschien in een livestream ga ik kijken alsof Jannie zich weer wat beter voelt om hier gewoon mee door te gaan. We hebben nu gewoon de introductie gehad van honden- en kattenuitbreiding. En ik vond het leuk. Ik vind het ook een beetje bijzonder. We gaan binnenkort een kat maken voor... of een hond maken voor juf Jannie en Gamer Papa. Dan zouden die ook wat te doen hebben. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!